Zeggen dat je op het gym zat, in plaats van op het gymnasium, was net zoiets als op zomervakantie gaan naar Amerika. Of niet één, maar twee auto's hebben. Want ja, mijn vader en mijn moeder moeten toch allebei naar hun werk? Het was extra chic omdat je daardoor deed alsof het niet bijzonder voor je was. Zo van, het is dinsdag en ik eet vanavond biefstuk, omdat het heel normaal voor je is. Terwijl je echt wel weet dat het niet normaal is. Normale mensen kunnen een biefstuk niet betalen op een normale dinsdagavond. Net zoals normale mensen niet naar het gymnasium gingen, maar gewoon lekker naar het lyceum in de wijk. Dat normale mensen niet hockeyen en tennissen, maar gewoon lekker voetballen op straat en kooltjes maken van vergeelde bloembakken. Zeggen dat je op het gym zat. Nou, dat ga ik dus mooi niet doen. Waar heet die jongen nou? Ja, hij heet dus Philip. En we waren eerst, ik zag hem eerst gewoon staan voor de winkel te roken. Is hij niet een vriendin? Dat weet ik niet. Ik hoop het niet voor de. Wat moet je? Niks. Wat zit je te kijken dan? Nou, naar je tieten. Ze zijn kapot groot. Jezus. Dank je. Mijn moeder zegt dat het door de zon komt. Dan groeien ze harder. Nou, dan kan Sandra nog wel wat zon gebruiken, hè? Hi, back. Jij krijgt ook echt nog wel borst hoor, Sunny. Natuurlijk, je bent toch geen gozer? Jezus, ik wil later echt geen kinderen. Wat een gekrijs. Ik wil wel kinderen. Een jongetje en een meisje. En jij, San? Ja, het zijn kinderen, weet je. We moeten eerst nog naar de middelbare school. Daarna zie ik wel. Lekker belangrijk. Jij bent de enige die school belangrijk vindt. Ja. Niet waar. Nou, je ma dan. Ja, zij kan ook niks aan doen dat haar ma zo is, hè? Ik moet morgen alweer mijn boek ophalen. Ja, wij ook. Misschien valt het mee, San. Hè? En anders kom je gewoon lekker naar ons.
Ik ben er niet in. Jij bent Sandra, toch? Ik ben Nienke. Meerte. Renske. Waar woon je eigenlijk? De straat. De wijk. Wow, cool. Gaaf. Wat doe je na school? Kom dan eens een keer afspreken. Ja hoor. Gezellig. Leuk. Stilte! Voor we dit schooljaar beginnen, moet er iets van mijn hart. Ik haat pubers. Ik haat alles aan jullie, hoe jullie bewegen met jullie buitenproportioneel lange ledematen. Van die kleine jongetjes met die absurd grote voeten. Puisterige neusjes, zweterige voorhoofden. Ik haat het. En ik haat ook hoe jullie praten en waarover jullie praten. Stelletje bakvissen. Maar het goede nieuws is dat jullie op een bepaald moment geen puber meer zullen zijn. Als alles mee zit. Na een jaar of 3, 4 zijn jullie wat toonbaarder. En aan mij de oneervolle taak om jullie om te vormen tot de intelligente elite van dit land. Nou, God sta me bij. Uitdelen. Jezus, wat een lijpe gast. Bart, je praat zo plat. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik heb alleen maar buitenlanders in mijn buurt wonen. En je weet wat ze zeggen, hè? Buitenlanders zijn niet zo slim. We gaan het vandaag hebben over de veranderingen in de samenleving. Zoals jullie wel weten, komen er steeds meer verschillende culturen in dit land. En ja, dan moet de samenleving zich aanpassen. En nou heeft de regering bijvoorbeeld in zijn tomeloze wijsheid besloten dat we het woord allochtoon niet meer mogen gebruiken. In plaats daarvan moeten we nou bijvoorbeeld zeggen Nederlander met een Turkse afkomst. Ja, ik ben het er niet mee eens. Ik vind dat ze gewoon nog steeds allochtonen moeten kunnen blijven noemen. Het zijn er gewoon veel te veel. Je kunt beter spreken over een allochtoon dan over een Nederlander van Turkse afkomst. Een Nederlander van Turkse afkomst die stinkt meer dan een Nederlander van Nederlandse afkomst. Nou. Wat kan je toch niet zeggen? Ga je lekker, Bart. Het is niet heel grappig wat je zegt, hoor. Nou, Sanne. Jij woont meer tussen de Turken. Bij jou in de wijk hebben ze het toch niet over een Nederlander van Turkse afkomst? Daar woon je toch? In die gevaarlijke, beruchte buurt. Waar iedereen het altijd over heeft. Nou jongens, het is echt fantastisch dat de discussies op de eerste les al helemaal losbarsten. Maar goed, we gaan het dus hebben over de veranderende samenleving. Ofwel multiculturele samenleving. Hey, ik ben Dirk Jan. Volgens mij zijn we nog niet aan elkaar voorgesteld. Sandra. Aga. Het gymnasium zat vol met potjes. Een potje was iemand die kak was. Je zat op hockey en je bespeelde minimaal 1 muziekinstrument. In het vriendinnengroepje waar ik me nu in bevind, is Nienke de opperkakker. Ze speelt hoogniveau hockey en haar hele familie komt van het gymnasium. Verder is Nienke gewoon heel erg blank. Renske was een soort lichte kakker. Ze zat wel op hockey, maar niet in het beste team. Ik zou wel zo willen zijn als Renske. Een beetje van dit,
En een beetje van... Hey, kut buitenlandertje. San, wat is er met je? Je doet zo anders de laatste tijd. Ja... Nou, er zit een jongen in mijn klas. En hij is gewoon een vuile racist en hij heeft een beetje de pik op me. Omdat jij uit de wijk komt? Ja, zoiets. Maar San, dat soort dingen moet je gewoon aanpakken. Zal ik anders even aan mijn broer en Mo vragen of ze naar die school langskomen? Hè? Dan is het zo opgelost hoor, geloof mij. Nee, ik regel het zelf wel. Oké, maar San, één ding. Je laat niet over jezelf heen lopen. Je woont in de wijk, onthoud dat. Ik ben Sandra. Ja. Ook hebben we veel van je gehoord hoor. Ja, papa. Ja. Kan je even wat thee zetten met wat lekkers erbij? Wij gaan erboven. Ja, natuurlijk hoor. Yes. Mooie kamer heb je. Ja? Ik vind die kleur zo lelijk. Ik heb echt al zo vaak gevraagd dat mijn kamer opnieuw geschilderd mag worden. Ik vind die bank eigenlijk ook stom. Toch? Ja. Wat vind je? Leuk. Ja? Ik wil hem eigenlijk weggooien. Wil jij hem anders? Wat is er met je? Niks. Zeg gewoon. We zijn toch vriendinnen? Oké. Maar je moet zweren dat je het niet doorvertelt. Ja. Ik beloof het. Ik denk dat ik verliefd ben op Turk-Jan. Echt? Dat lijkt me echt niet jouw type. Maar hij is wel leuk. Ja. Hier. Als jij hem is. Vindt Turk-Jan je vast mooi staan? Mag dat zomaar van je moeder? Ja joh. Het zijn toch mijn kleren? Weet je zeker dat mijn moeder je niet naar huis moet brengen met de auto? Je wilt toch niet met de bus? Het is geen probleem hoor. Nee, het is prima. Ja? Oké. Doei. Doei. Mijn moeder zei dat we niet arm waren. Zolang we elkaar hadden en gezond waren. Daar trapte natuurlijk niemand in. Alles aan ons voelde arm. De armleuningen van de bank die tot op de draad versleten waren. Mijn moeder drapeerde er een laken overheen, die ze een grand foulard noemde. Het zag er alleen oké uit als je er naar keek. Zodra je ging zitten, verschoof het laken en kwamen die kale plekken tevoorschijn die ze nou juist probeerde te verstoppen. Het zeil op de vloer dat niet paste, omdat het een afdankertje van iemand anders was. Het tweedehands samengeraapte zootje dat de inrichting van ons huis moest voorstellen. Het uitzicht op het industriegebied. De lift die naar pis stonk.
wat hebben we nu? Muziek volgens mij. Oh, chill. Speel je een instrument? Nee. Moest je niet van je ouders? Nee, ik had geen zin. Cool. Ik moest vanaf mijn 6e op pianoles. Iedere dag oefenen, echt verschrikkelijk. Maar heb je misschien zin Stop, om een kom keer... Kom je? Les begint. Shanti, echt te cute. Het is zo leuk, want ik kom daar gewoon binnen met gewoon... Heb je VKD? Nee, heb ik niet eens nodig. Wat is er? Niks. Nou, ik was net Tanja het verhaal aan het vertellen. Ik was dus bij Club Hartje. En ik stond zo buiten te roken. En was een beetje aan het praten met een paar mensen. Ja. Het was anders nu. Dus ik liep naar hem toe. Met Chantal en Tanja. En dus dan met sexy haarflip. En... Het voelde niet meer zoals vroeger. Zoals op de basisschool. Toen, je raadt het nooit. Toen ben ik met hem mee naar huis gegaan. Nee. Ja, en we hebben gewoon seks gehad. Doe normaal. Ja. Fucking hard. Wat zo lekker. Mam? Ja, Sandra? Mag ik misschien nieuwe kleren? Nieuwe kleren? Je hebt net nieuwe kleren gehad. Weet ik, maar dat was voor school begon en van de Zwarte Markt. De Zwarte Markt? Wat is er mis met de Zwarte Markt? Toen vond je het ook nog hartstikke mooi. Ja, maar op school draagt iedereen gewoon hele andere kleren van Abercrombie en Ralph Lauren en zo. Ja, nog nooit van gehoord. Mag ik je wat vragen? Ben je net zo hard als hun? Blijf gewoon jezelf. Heb je helemaal geen nieuwe kleren voor nodig? Hey. Hey. Ja, ik wilde je dus eigenlijk nog wat vragen. Wie dan? Wil je met mij naar het schoolfeest? Ja hoor. We moeten wel iets goeds bedenken. Ja. Anders wordt het echt zo uitgelegd. Ja, dat is echt niet leuk. Want we gaan met heel veel plassen volgens mij. Heel veel mensen inderdaad. En ook met die 5e klassers. Oh ja, daar wil ik echt niet voor afgaan. Nee. Ik moet wel een beetje erover komen. Mm-hmm. Anders... Hey Sandra. Maar anders gaan we een keer afspreken of zo. Dan gaan we het wel. Ja, dan moet ik. Ik reed laatst langs je huis, hè? Of nou ja, het is niet echt een huis, hè? Hoe noem je zoiets? Een flat? Het zou eigenlijk best wel leerzaam zijn om eens met de hele klas te zien hoe jij woont. In de wijk. Misschien moeten we er wel een hele schoolexcursus van maken. Houd toch eens op, Bart! Op me mee, Sandra. Schaam je je een beetje voor waar je woont? Hij bek, lul! Het was moeilijk te bedenken waar het op het gymnasium allemaal eigenlijk om draaide. Het viel uiteindelijk toch wel mee. Vrienden worden met kakkers was makkelijker dan ik had verwacht. Ik vraag me af hoe de meisjes op het gymnasium Chantal en Tanja zouden zien. Ik ben in ieder geval niet van plan ze aan elkaar voor te stellen. Bart werd geschorst. Wegens discriminatie. Hij noemde het een belachelijke inbraak op zijn rechten.
Nienke, Meerte en Renske waren naar school gegaan en hebben alles uitgelegd. Dat is wel lief van ze. Ik bedoel, ik kan het ook zelf oplossen, maar het is toch fijner als zij het doen. Ik ben uitgenodigd op het feestje van Renske. We gaan naar de bakkerswinkel Haitië en daarna naar een restaurant. Ik hoop dat ze niet merken dat ik niet weet wat Haitië is. Hoi, ik ben Sandra en ik zit op het gym. Thank you.